yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagen te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, goedemorgen dames en heren. Een hele goede morgen. Het is dat iemand zegt, het is zo'n liefelijk liedje. Dus ik laat hem even doorgaan. Here we are as in olden days. It's a golden day. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us. Yeah. Gather near to us. Nou, dames en heren, kom maar gezellig bij. Ja. Het is weer een nieuwe dag. Het is vrijdag. Oh yeah. Kom maar gezellig bij elkaar. Sorry dat we iets later waren. We hadden wat technische uitdagingen. Goed dat je er bent, dames en heren. Vandaag is het echt ongelooflijk. 17 december. Het is bijna kerst. Nog een klein weekje, dan is bijna kerst. En jullie weten het. De kerst is allang hier begonnen. Check www.dailybusinessboost.com. Zorg ervoor dat je mijn masterclass gaat downloaden. Het is gratis. Het is mijn kerstcadeau voor jou. En ik gun het je graag. Want dan kan je gewoon naar de website gaan. Ik zal hem even laten zien. Tijdelijk gratis jouw beste jaar ooit in 7 stappen masterclass. En als je dat hebt gedaan, dan ga je door naar de echte masterclass. En dan zie je dat ik ruim een uur jou ga helpen. Ik zal wat screenshot laten zien. Ruim een uur ga helpen met de masterclass om je te laten zien op welke manier kan je nou je allerbeste jaar ooit voor jezelf te creëren. Dus twijfel niet, ga erheen en zorg ervoor dat je de masterclass gaat bekijken. En bij de masterclass zit ook natuurlijk aan het eind van de masterclass heb ik ook een heel special deal voor je om jouw beste jaar ooit de cursus, de thuisstudiecursus, de uitgebreide thuisstudiecursus met meer dan 4 modules, 12 lessen, aantal bonussen, ook de uitzending van gisteren en die van vandaag ga ik daarbij toevoegen. Nogmaals, dat is echt meest complete cursus op gebied van doelen stellen ga ik je geven en ook de uitzending van vandaag gaat er komen. Dus ga naar www.dailybusinessboost.com. Zorg ervoor dat je gaat halen. En Linne zegt ja, een hele goede morgen. Goedemorgen Linne. Goed dat je er bent. En goedemorgen LinkedIn user. Ik mis de foute kersttrui. Nou, die bewaar ik voor volgende week. Ik heb het eigenlijk nooit gehad. Wat is jullie favoriete kerstaccessoire trouwens? Laat me even weten, guys. Ik weet de kersttrui, dat noemen ze jumping volgens mij. Jumping, I don't know. Ik heb het ooit bij Bridget Jones's Diary volgens mij gezien. Met die man. Colin Firth, ik weet niet meer hoe die heet in de film. Maar laat me weten, wat dragen jullie graag met kerst? Want ja, vandaag is de uitzending waar ik het ga over 7 meest gemaakte fouten van ondernemers als ze doelen gaan stellen. Op welke manier, welke valkuilen zijn er voor je, ga ik zo meteen over hebben. Maar laat ik als eerste mijn vaste lieve kijkers, I love you, en vaste luisteraars van de podcast bedanken. Want we zitten nu op 57.864 downloads, dames en heren. Yahoo! Waar wij vorige week nog tegen 51.000 downloads zaten, hebben we deze week een enorme jump gemaakt met meer dan 6.000 downloads. Guys, dankjewel. Mijn lieve Chantal zegt, goedemorgen Joybringer. Good morning, lieve Chantal. Goed dat je er bent. En ja, ik ga het vandaag met je over hebben over de 7 meest gemaakte fouten, over de 7 mindfucks, over 7 dingen die je niet moet doen als je doelen gaat stellen. En Chantal zegt, mijn favoriete kerstaccessoire is alles. Ben echt een kerstfan. Jazeker. Zeker. Dus laat me weten, wat is jullie favoriete kerstaccessoire? En
En misschien even kijken of jullie iets, een of andere gevoel hierbij hebben. Even kijken of jullie er gevoel bij hebben. Wat denk je als je dit hoort? En dus wat krijg je door als je dit hoort van geweldige band Wham. Ik heb ze niet bewust meegemaakt, maar die zijn fantastisch. LinkedIn user, wie ben je LinkedIn user? Lieve LinkedIn user, ben je Yvonne? Waarschijnlijk een kerstkrans staat er. En Maaike zegt, ja, kerstavond, eerste kerstdag in het net. In het net? Kerstavond, een eerste kerstdag in het net. Oh, in netjes bedoel je. Oh, sorry, ik moet soms schakelen. Tweede kerstdag liefst jogging pakken. Hallo, hallo, zegt Helene. Goed je te zien. En ja, Linne zegt, Wham, George Michael, best sad liedje eigenlijk. Ja, het is echt een verschrikkelijk liedje, maar het is echt, staat synoniem voor kerst. En LinkedIn zegt, ja, George Michael, te vroeg heen gegaan. Ja, er zijn er zoveel zo vroeg heen gegaan. Absoluut. Wat een knijter van een hit. En Siska Afvolter. Waarschijnlijk ben je iemand aan het taggen, Maaike. Fantastisch, fantastisch. We hebben het over kerst. We hebben het absoluut over kerst. Nu is de vraag, wat gaan jullie met de kerst doen, dames en heren? Wat zijn jullie kersttradities? Laat me weten, voordat ik jullie met het onderwerp van vandaag een beetje ga druk houden. Laat me weten, hoe vieren jullie kerst dit jaar? En Chantal zegt, favoriet kerstaccessoire is alles. Ben echt een kerstfan. Volgens mij had ik dat net gezien, toch? Of had ik hem te vroeg erop gezet? Nou, anyways, doesn't matter. Het is belangrijk dat je tradities hoog gaan houden. Again, als je mijn masterclass wil, ga naar dailybusinessboost.com. Ik ben van deze maand ben ik vroeg als kerstman. Ik wil je graag mijn kerstcadeau geven. Ga naar dailybusinessboost.com. Zorg ervoor dat je masterclass gaat checken, guys. Echt waar. Oh, sorry, Siska. Nou, echt, ik weet niet waarom mijn naam niet schijnt. Dankjewel, Siska Afvolter. Fantastisch dat je er bent. Waarschijnlijk moet je ergens, terwijl je aan het kijken bent, de toestemming geven. Maar dat is oké, Siska. Goed dat je er bent. Dus wat is jouw favoriete accessoires? En ja, vandaag is het natuurlijk vrijdag. Zoals iedere vrijdag ga ik je een hele belangrijke vraag stellen. Namelijk... jouw commitment van de week. Ja, wat is jouw commitment van de week van deze week, dames en heren? Wat heb je afgelopen maandag gezegd hier in de uitzending? Wat heb je gezegd dat je ging doen? Laat me weten, is het je gelukt? Is het geluk voor jou om daadwerkelijk je commitment te uiten? Heb je die ene blog geschreven? Heb je die ene mailing gedaan? Heb je dat belletje gedaan? Ben je misschien met je kerstactie bezig? Hint, 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 hint. De volgende week is de hele week kerst, guys. Gaan jullie iets doen voor je klanten? Ik zou, als ik jullie was, echt waar jongens, ga het doen. Ga kerst aanpakken om heel veel weg te geven, heel veel relaties op te bouwen, heel veel gezelligheid te creëren. Ontzettend belangrijk, oké? Okay? Mike zegt, ja, die is anders dan gewend. De kinderen vliegen uit, oudste twee niet thuis. We rommelen maar wat aan. Hartstikke goed, maar hou de spirit hoog, guys. Laat de kerst niet aan je voorbij gaan zonder, ik zou zeggen, zonder gezelligheid, zonder warmte, zonder lekkere, foute kerstfilms. Laat ik meteen ook een vraag stellen. Wat is voor jullie, als we toch hier zitten, dit is niet gepland hoor, guys. Ik heb totaal iets anders met jullie te delen, maar vertel me, wat is jouw favoriete kerstfilm? Waar kijk je graag in de kerst, tijdens de kerst naar, oké? Okay? En ik wilde zeggen, die films moest je niet zeggen, maar juist. Vertel me, wat is de juicy, pussy, kussy, cheesy, sleazy, weet ik van wat kerstfilm dat je... Oh, bijvoorbeeld, ja, ik zal die niet noemen, want jullie gaan hem noemen. Bijvoorbeeld Home Alone. Home Alone 1, 2, 3, 4, 5, ik weet niet hoeveel Home Alone zijn. Back to the Future komt weer aan. Mijn vaste dingen gedaan, een blog geschreven, zorgen voor mijn moeder. Yeah, fantastisch. Goed gedaan, Maaike. Goed bezig, maar... is dat ook een commitment geweest? Heb je jezelf gecommitteerd of waren dit gewoon je vaste dingen, je dingetjes wat je hebt gedaan? Belangrijk. En wat ik ga het zo meteen hebben over de 7 meest gemaakte fouten van ondernemers als ze doelen gaan stellen. Ik heb daar ook echt een speciaal ding ook gemaakt van 7 mindfucks die ik straks met je ga delen. Dus zijn het eigenlijk 14 tips, maar ik heb het even gewoon onder de 7 genoemd. Kerst Hallmark film, zegt Chantal. Sissy, zegt Line. Ja, ik dacht, waar blijft die nou? Maaike zegt, ja, dat blijft Annie, mijn eerste film in bio's. Ah, kijk, ja, prachtig, prachtig. Wat een mooie films. Alrighty. En klopt het dat er een remake van Sissy aan de gang is, dames en heren? Klopt het dat er een remake van de film Sissy komt, of niet? Want dat hoorde ik laatst. En ik heb geen idee of het klopt.
Dit schijnt uit de film van Sissy zijn. Deze ook. Als je dat herkent. En dit komt uit. Ik zal maar even iets. Just thinking about tomorrow. Clears away the cobwebs and the sorrow. Voor de echte liefhebber. Kijken wat ze gaat doen. A day that's gray and lonely. I just took on my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow. So you gotta hang on till tomorrow. Now tomorrow, oh, tomorrow. Come what may. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you're always a day away. Yeah, tomorrow, tomorrow. Nou, jullie zien het. Even kijken, Helene zegt, ja, Annie is de mooiste. En Helene zegt, commitment van deze week was Edward's kalender helemaal geautomatiseerd. De motivation quote kalender af. Gefeliciteerd! Ja, ja, en wat zegt Linne? Linne zegt, eind december komt er een zesdelige serie van Sissy van NPO. Oké, great, dat is een remake, toch? En jeugdsentiment zegt Siska. En Linne zegt, ja, dus remake. Ja, echt, ik bedoel remake niet dat ze de oude Sissy-film opnieuw hebben leven geblazen, maar dan gewoon echt totaal een nieuwe film, toch? Het is een remake, oké. Okay. Great, 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 great. Nou, oké. Okay. Commitments hebben gezien. En jullie weten het, ik heb het al aangekondigd. Volgende week, de hele week, ben ik niet live. Dus vanaf maandag tot met vrijdag ga ik je fantastische opgenomen video's geven op gebied van jouw beste jaar ooit. Dus ga niet zeggen, oh, Aramiek is er volgende week niet, dus ik zal maar niet live gaan. Er wordt live uitgezonden. Maar alleen zijn opgenomen training die ik voor je heb volgende week. Dus don't worry, ik help je volgende week. Maar je kan je nu deze week al helpen door naar dailybusinessboost.com te gaan. Weet je, download de masterclass. Zorg in ieder geval dat je thuis hebt. Dat is mijn cadeau voor jou. Check it out. Anyways, waar gaan we het hebben? Waar gaan we het hebben? Oh, by the way, als we het toch over de actrices film hebben gehad. Oké, dan is mijn vraag nu laatste vraag. En dan ga ik echt door naar het echte thema van vandaag. Wat gaan jullie eten? Wat is je favoriete eten tijdens de kerst? Wat eet je graag? Is er iets wat je graag eet? We zaten gisteravond naar een hele leuke film te kijken. En er was warme chocomel bijvoorbeeld met, wat was het nou, met marshmallows. In Amerika is dat chocomel met marshmallows of met zo'n dingetje, candy erin. Laat me weten, wat is jouw favoriete eten? Ah, kijk, er is een link dat Linne hier neerzet voor de Sissy-liefhebbers. Yeah, dankjewel Linne. Anyways, let's talk about today. Today gaat het over 7 meest gemaakte fouten van ondernemers met betrekking tot doelen stellen. Komt-ie aan. Fout nummer 1. Wat ik heel veel ondernemers zie doen. Ze stellen geen doelen. Ik ga hem even erbij pakken. Waar is die? Dat is echt mega, mega, mega big mistake. Als dat iets is wat je niet moet gaan doen, is dat je niet doelen moet gaan stellen. Ja, Ramiek, maar dat werkt niet. Oh, je weet, je kent mij niet. Je kent mijn business. Ah, doelen stellen. Ah, man, dat is zo'n cliché, al die dingen. Guys, hoe wil je dan, ik bedoel, als je je leven geen richting gaat geven, als je jezelf geen richting gaat geven, hoe wil je dan ergens komen? Als je geen richting geeft, dan kom je overal en nergens. Mijn tip zou zijn, je weet niet hoe of je bent teleurgesteld, ga mijn masterclass volgen. Oké, guys, dan weet je hoe makkelijk het is. Dus fout nummer 1, geen doelen stellen. Fout nummer 2, oh ja, als je doelen gaat stellen, dan gaan de ondernemers af en toe heel vaag worden. Dan gaan ze in middelen denken in plaats van doelen. Ik wil slank zijn, ik wil niet te dik zijn, ik wil gelukkig zijn, ik wil gezond zijn. Allemaal dat soort onzin. Allemaal van die vage doelen. Als je doelen stelt, zorg dat het concreet is. In de ik-vorm, huidige tijd, concreet en eindresultaat. Stop met dingen belangrijk vinden als doel van ik heb mijn website af, ik heb mijn campagne af, ik heb mijn content geschreven, ik heb mijn blog af. Dat zijn geen doelen. Dat zijn allemaal middelen. Oké, okay? Ook dat is een ja. Ja, fout nummer 3. Ik ga even gestrekt been vandaag. Is het werk wat er voor nodig is niet willen doen?
De meeste ondernemers, dat noemen put the money where the mouth is. De meeste ondernemers, deze haal ik even wop, eraf. Begin met te stikken intussen. De meeste ondernemers zijn niet bereid om het werk wat ervoor nodig is om te doen. Dan stellen ze doelen, maar vergeten ze actie te ondernemen. Vergeet ze hun doelenbord te maken. Vergeet ze knippen te plakken. Vergeet ze daadwerkelijk de actiepunten te gaan oppakken. Ja, dan stellen ze doelen, maar dan blijft het bij. Betekent, ze doen een of andere bezigheidstherapie. Ik zie dat zoveel ondernemers doen bezigheidstherapie, maar ze volgen het niet op. Als je niet bereid bent om het werk ervoor wat nodig is om te doen, dan gaat het universum jou niet belonen, lieve schatjes. Ik hoop dat je dat begrijpt, ik hoop dat je dat weet. Het universum beloont alleen maar diegenen die consistent zijn, die ermee aan de slag gaan en daadwerkelijk actie gaan. Het universum beloont niemand die, oh, die gaat zitten en wachten tot de doelen bereikt worden. Dat noemen ze de weg van moeiteloosheid. Of de weg van flow. Of de weg van, oh, ik ga mijn gevoel volgen dit jaar. Ach, alsjeblieft jongens, ga beide gebruiken. Je gevoel en verstand mogen in balans zijn, in harmonie. Ga niet volledig op je verstand, ook ga niet ook volledig op je gevoel. Beide mogen gecombineerd worden. En het allerbelangrijkste is, als je niks doet, dan gebeurt er niks. If you did what you do, you will get what you got. Ik hoop dat je dat weet. En toch zie ik heel veel ondernemers weigeren om het werk ervoor te doen. Oh ja, ik ben gestopt met mijn ochtendpost. Waarom? Oh, ik ben gestopt met bloggen. Waarom? Oh, ik ben gestopt met geven. Waarom? Waarom ben je gestopt met iets wat werkte voor je? Het doet mij ontzettend veel pijn om te zien. Dan stoppen ondernemers met strategie die werken of strategie die ze geleerd hebben, omdat ze zich verveeld hebben of omdat het, I don't know. Of dan beginnen aantal ondernemers die wel ochtendpost voor geleerd hebben, komen met de template, zeg. Prachtige mooie quote maken, een prachtige mooie quote met een mooie achtergrond. Dan gaan ze steeds minder geven. Dan de teksten worden steeds kleiner in de persoonlijk verhaalstukje. Dan denk ik, why? Ga zorgen dat je iedere dag het werk ervoor gaat doen. Want als jij weigert, hoe wil het universum jou geven? I'm sorry, het universum geeft alleen maar mensen die daadwerkelijk iets voor over hebben. Oké, guys? Dus pas op. Ja, en nu ga ik mensen echt heel erg boos maken. Hoeveel van jullie, laat ik eerst de vraag stellen. Hoeveel van jullie heeft wel eens een moodboard gemaakt? Laat me hieronder weten. Hoeveel van jullie heeft wel eens een vision board gemaakt? Laat me hieronder weten. Want ik had vorige keer dat ik dit uitsprak, had ik toevallig een vision board coach. Dat bestaat in de uitzending. Dus laat me weten hoeveel van jullie heeft wel eens een vision board, een moodboard gemaakt. En dat heb je aan het eind van het jaar gemaakt, zodat je aan de hand daarvan zeg maar je doelen zou stellen. Als dat zover is. En nu ga ik iets zeggen. Vision board en mood board heeft een bepaalde purpose. Heeft een bepaald doel. Oké? Maar het doel daarvan is niet om je doelen te bereiken. Vision board betekent dat je visie gaat fantaseren. Gaat creatief zijn met je visie. En mood board betekent je gaat denken in welke sfeer ik wil komen. Allebei hebben niks met je doelen te maken. Dus stop met het maken van je vision board of met je mood board alsof het je doelenbord is. Het is het niet. Het is het niet, guys. Als je doelen niet helder opgeschreven zijn, als je eigen gezicht niet op je doelenbord is, als je niet met kleur gecombineerd is, als het daadwerkelijk niet, zeg maar, op concrete wijze je doelen erop geschreven zijn, gevisualiseerd zijn met eindresultaat, dan is het alleen maar vision en moodboard, dat soort dingen, oké? En yes, sommige van jullie hebben bijvoorbeeld een passion, purpose, potential board gemaakt. Fantastisch. Dat was om je passion, purpose, potential erop te gaan zetten. Maar het is geen doelenbord. Oké, als er geen concrete doelen op staan, als er niet een power zin erbij zit, als het niet met kleur gewerkt is, en again, ik geef je dat allemaal in de masterclass weg, check dailybusinessboost.com, het is gratis, maar een doelenbord is een concreet bord, bestaande uit 7 doelen, met concrete zinnen, met jouw foto erop pontificaal, alsof je het doel hebt bereikt, en dus dan zie je 7 keer jezelf. Dat is een doelenbord, oké? De rest, niet voor deze bedoeling, oké? Hartstikke goed dat je vision board hebt, geweldig dat je een passion purpose board hebt, geweldig dat je een mood board hebt, great, maar verwar dat niet met een doelenbord, oké? Doelenbord is something totally different, oké? Ga ik naar de volgende, oh ja, die ga ik ook wat mensen kwaad maken. Hoeveel mensen kent het, kent de methode SMART? Want dan zeg ik, heb je wel eens doelen gesteld? Ja, ik stel ieder jaar stel ik mijn doelen SMART. Dat is zeg maar, dat staat op specifiek, measurable. De A is van accountable volgens mij. De R staat voor realistic. Smart is volgens mij something. Weet ik niet meer de T waar het op staat. Maar nu komt het. Je wil nooit je doelen smart zetten. Oké, want smart heeft een R. De R van smart staat voor
Jesus, staat voor realistic. Stop met realistische doelen te gaan stellen. Stop met in je comfortzone doelen te gaan stellen. Dan zeg ik, oké, wat is je doel voor aankomende 90 dagen? Ja, ik wil 10 klanten. Oké, wat was je doel afgelopen 90 dagen? 10 klanten. Ik zeg, hoeveel klanten heb je? 9. Nou ja, weet je, je hoeft maar 1 klant te hebben. Dan moet je dus aankomende 3 maanden ineens heel hard gaan werken voor net die ene klant. Dat is veel te klein. Dus begin met onrealistische doelen te gaan stellen voor jezelf, guys. Maak het zo groots mogelijk. Laat me hieronder weten, hoe zou je beste jaar ooit eruit zien? Geef me een businessdoel voor jouw allerbeste jaar ooit ever. Zet het hieronder. Zeg maar, in hoeveel winst willen jullie allemaal hebben? Want dan ga ik het meteen laten zien, wat is nou de R en wat is nou de andere vorm van doelen stellen? Dat noem ik de actiemethode die ik je leer, oké? Want de R, nou, is realistic. En ik ga je zo meteen helpen met je businessdoelen. Dus geef me één businessdoel, één van jullie. Van ik verdien met gemak, I don't know, 10.000 euro per maand, whatever it is. En dan ga ik je exact laten zien hoe je hem groot gaat maken. Want met getallen, met businessdoelen, is het heel makkelijk om je heel groot te laten denken. Oké, dus geef me anybody, Linne, Maaike, Helene, Chantal, even kijken, Siska. Als je een doel hebt gesteld voor jezelf, ik wil zoveel klanten of ik wil zoveel dienst of winst of wat dan ook. Ja, fantastisch. Maaike zegt, ik verdien met gemak 35.000 euro winst per jaar, toch? Het is een jaardoel. Dat is realistisch gezet, 35.000 gedeeld door 12 is, wat zal het zijn? I don't know. 35 gedeeld door 12 is net aan 3.000 euro, denk ik. Per maand. Fantastisch. Dit is zeg maar smart neergezet. Realistisch, measurable, hartstikke goed. En nu, lieve Maaike, als dit je winst is, enige wat je hoeft te doen, en dat is echt de opdracht, enige wat je hoeft te doen, zet naast die nul, en naast die zeg maar laatste nul aan de rechterkant, zet er nog een nul erbij. Oké? Geldt voor Helene ook. Helene zegt, ik verdien met gemak 10.000 euro per maand. Zet daar naast 10.000, maak er 100.000 van. En moet je kijken wat er dan met je gaat gebeuren met je mind. Dus verander hem in ik verdien met gemak 100.000 per maand. En wacht af wat je mind gaat zeggen. Als goed is hoor je heel veel stemmetjes. Als goed is gaat je mind zeggen no fucking way. Ben je gek geworden of zo? Hier moet je 80.000 uur voor gaan werken. Zoveel uren zitten niet in de dag, oké? That's how you do it. Dus maak het zo onrealistisch mogelijk. Zometeen kom ik met de 7 mindfucks. Maar echt, je wil het zo onrealistisch mogelijk maken voor jezelf. En yes, it's crazy. En yes, lieve Maaike, 350.000 euro winst is huge volgend jaar. En yes, 100.000 euro per maand is echt een mega, mega doel alleen. Maar zo gaat dat. Zo groot moeten dus je doelen zijn. Maaike zegt, ja, dat ontploft mijn mind. Ja, dat is nou exact wat het moet zijn, je doelen. Mind blowing. Dankjewel voor het woord. Dat is exact wat het moet zijn, Maaike. Mind blowing. Zo horen je doelen te zijn, oké? Okay? Heer Linne zegt, ja, mijn brein wordt daar heel erg blij van. Absolutely. You know, het is toevallig, ik ga niet vertellen wat we vanmiddag gaan doen, Linne. Linne komt hier gezellig naar kantoor, want ze is de winnaar van 1-op-1 coaching. Plus, ik ben een heleboel dingen met haar van plan volgend jaar. Maar je wil mind blowing hebben. Je wil het met een 0 of 2-0 daarna zo groot mogelijk maken. Zodat je mind bloot en tegelijkertijd gaat hij allerlei dingen aantrekken die jouw doelen kunnen gaan ondersteunen, oké? Ontzettend belangrijk. Ja, goedemorgen Jolanda, goed dat je er bent. En by the way, Jolanda, compliment naar jou, want ik zie je profielfoto. Ik wilde van de week al zeggen, wat een mooie profielfoto, goed dat je er bent. En Jolanda is een van de mensen ook die niet alleen maar de masterclass heeft aangevraagd, maar ze heeft ook de cursus daarna, de jouw beste jaar ooit thuis die gekocht. Dus goed gedaan, Jolanda. Fantastisch, fantastisch. We hebben het over dus hoe zet je grotere doelen, hoe stel je grotere doelen. Dus ga het niet smart doen, maar doe het in plaats van daarvan onrealistisch. Door mijn actiemethode te gaan gebruiken, oké? Okay? Wees onrealistisch met je doelen. Reden nummer 6, of wat is het meest gemaakt fout? Nummer 6 ga ik het hebben. Doelen stellen, weet je, evalueren. Dat doen een aantal ondernemers, als ze van me geleerd hebben. Of als ze zeggen, oh ja, ik moet dit jaar weer doelen gaan stellen of evalueren. En dan hebben ze doelen gesteld, hebben ze prachtig mooie doelenborden gemaakt, actieplannen gemaakt. Nou, die gaat onder in de la. Aan de eerste maand staat die boven op het bureau. Tweede maand staat onderaan de la. Nou, na 6 maanden is het verdwenen. En pas tegen november of december denk je, oh ja, ik heb doelen gesteld voor. Laat ik even kijken hoe het met mijn doelen gaat. Dat is echt meest gemaakte fout. Waar is het geluid hier?
Dat wil je dus niet. Je wil dus niet één keer per jaar je doelen evalueren. Je wil iedere week, het liefst iedere week je doelen evalueren. En het liefst iedere maand. Zo niet één keer per week, zo niet één keer per maand. Dus zorg dat je echt je actieplan gaat maken. Die krijg je tijdens de thuisstudie. Er is een werkboek bij, er is een actieplan bij. Ga kijken of je iedere week, zo niet iedere maand, terug kan kijken. Heb ik mijn doelen bereikt? Heb ik mijn subdoelen bereikt of niet? Ontzettend belangrijk, dames en heren. Echt, dit is een ontzettend belangrijke. Nou, ga ik naar nummer 7. En ik heb gezegd dat ik je 7 meest gemaakte fouten zou geven. Zometeen geef ik je 8 plus 7. Kijk, Jolanda zegt, ja, dankjewel. Ik heb veel reacties gehad op deze foto. Voel me ook goed, dat zien anderen ook. Heel goed, fantastisch. Nu komt het, 7. Nummer 7, meest gemaakte fout is... Het moment dat ik zeg, jongens, stel je doelen, ga je knippen plakken, ga je allerlei dingen doen. Eerste wat de meeste ondernemers doen, die gaan kijken bij de ander wat hun doelen zijn. Die gaan vragen van, Armik, wat is jouw doel? Maaike, wat is jouw doel? Simone, wat is jouw doel? Helene, wat is jouw doel? Nicole, wat is jouw doel? Lina, wat is jouw doel? Jolanda, wat is jouw doel? Bam. Wat gebeurde? Ze horen de doelen van de ander. Denken, oh shit, ik ben ook echt stom, ik ben echt heel dom. Ze horen van die ene willen doelen hebben als een auto. Die andere heeft doelen gesteld om een huis op Curaçao te hebben van 3,5 miljoen. De ander wil in plaats van 1 minaar, wil 20 minaars. Die ander wil niet een zwembad, maar die wil 3 hectare zwembad en 3 voetbalvelden. Dus stop met jezelf te vergelijken. Dus stop ook je doelen te vergelijken met iemand anders. Again, je mag je altijd laten inspireren. Excuses. Je mag je altijd laten inspireren door de anderen. Dat juich ik altijd toe. Absoluut. Ik kijk graag naar de doelen van anderen. Daar word ik blij van. Maar ga never, nooit vergelijken. Comparison is killing, dames en heren. Comparison is echt killing, killing, killing. En het gaat je echt helemaal niks opbrengen. Oké? Okay? Tot zover de 7 meest gemaakte fouten. Want nu ga ik je vertellen... De 8e meest gemaakte fouten. Marjan, goed dat je er bent. Hey, toevallig ben je hier, want we gaan het hebben. Naast 8e mindfuck, 8e meest gemaakte fout is dat je één van deze mindfucks gaat geloven. Oké? Okay? Schrijf deze op alsjeblieft, oké? Okay? Line zegt, als ik iemand anders een doelen hoor, dan ga ik gelijk nadenken hoe ik diegene kan helpen om die doelen te bereiken. Fantastisch. Geweldig. That's a fantastic. Ik zal je even... Dat is echt hoe je dat moet doen. Absoluut, Line. Heel goed, absoluut. Jolanda zegt, ja, het is niet overnemen, het is geïnspireerd worden. Absoluut, guys. Absoluut. En nu komt het. Ik ga het hebben over de 8e meest gemaakte fout. Maar die heb ik in 7 delen gemaakt. Dus pak pen en papier als je dit hoort. Hier komt het. Dat noemen we altijd kenmerken. Failure, elements of failure noem ik dit. Dus kenmerken van falen, mislukken. Wat de meeste ondernemers bij zich hebben als ze doelen gaan stellen. Namelijk 1... Je gelooft niet dat je succesvol kunt zijn. Oké? Okay? Dat is kenmerk nummer 1. Boom. Element nummer 1 van een mislukking of falen is... Je gelooft het zelf niet. Je gelooft niet dat je succesvol kunt zijn. Oké? Okay? Kenmerk nummer 2. Jij denkt, als mindfuck is... Succes is hard werken. Succes is hard werken. Dus als jij denkt dat succes hard werken is... Guess what? Dan wordt het heel hard werken om succesvol te zijn. Mindfuck nummer 3 zegt... Succes kost tijd. Ja, maar Armik, ik ben net begonnen. Hoe verwacht je van mij dit te doen? Of ik ben net een jaar bezig. Of ik ben net een starter. Of ik heb net mijn boek af. Waarom verwacht je dat hij meteen op nummer 1 komt? Allemaal dat soort dingen. Oké? Okay? Succes kost tijd. Belachelijk. Oké? Okay? Mindfuck nummer 4. Succes is voor de uitverkorenen. Succes is voor de uitverkorenen. Ja, want Armik, je bent geel, blauw, wit. Je bent een man, vrouw, paard, hond. I don't know. Allemaal dingen. Succes is alleen maar voor de uitverkorenen. Oh ja, Armik, wat verwacht je nou van mij? Iedere dag live gaan? Ik heb toch niet zo'n microfoon? Ik heb toch niet zo'n ding? Ik heb toch niet een studio? Ik heb toch de software niet? Continu. Denken dat de ander uitverkoren is. Belachelijk. Want ieder van ons heeft 24 uur en 7 dagen. That's it. Dat heb jij ook. Zeker in westerse landen. Ieder van ons heeft zo'n prachtig mooi telefoon. Als jij een smartphone hebt, dan kan je business starten. Je kan je business managen. Je kan je administratie bijhouden. Je kan social media bijhouden. Je kan live gaan. Je kan zoveel dingen doen. Alleen maar met dit spul. Alleen maar met dit ding kan je ontzettend succesvol zijn. Dus stop te zeggen dat succes voor de uitverkoren is. Oké? Okay? Mindfuck nummer 5. Je kunt niet altijd krijgen wat je wilt. Dat zeggen we soms tegen onze kinderen. Je kunt niet alles krijgen wat je wilt. Waarom niet?
Waarom niet en de beste coach zijn, en de beste trainer, en de meest verdiende, en de meest winstgevende, en de meest hartelijke, meest genereuze ondernemer? Waarom niet? Oké, dat is een big, big mindfuck. Hey, Farida, wat leuk dat je er bent. Hey, wat een mooie profielfoto. We hebben deze hele week gemist, Farida. Waar was je deze hele week? Was je zo druk? Welkom, goed dat je er bent. Oké, dus mindfuck nummer 5. Je kunt niet altijd krijgen wat je wilt. Mindfuck nummer 6 is, het is onmogelijk om succesvol te zijn in alles wat ik doe. Wat bedoel je? Het is onmogelijk. Ja, ik kan toch niet en een beste auteur zijn, en een beste trainer, en beste spreker, en beste mama, en een beste echtgenoot. Why not? Why not? Geef me een reden waarom je dat niet kan zijn. Natuurlijk kan je alles zijn. Of course kan je dat doen. Oké? Je kunt succesvol zijn in alles wat je aan het doen bent. Absoluut. En mindfuck nummer 7. Oh, jongens. Die is een hele foute. Dat kunnen alleen maar diegenen die zich aangesproken voelen. Succes moet perfect zijn. Alle perfectionisten die al maandenlang bezig zijn met hun e-book. Ik noem geen namen. Die al maandenlang bezig zijn met hun systemen. Maandenlang bezig zijn met hun website. Met hun logo. Met hun branding. Met hun, I don't know waar ze mee bezig zijn. Bezigheidstherapie. Hobby. I don't know. Guys. Gooi het eerst de markt op. Zorg dat mensen erop gaan schieten. Zorg dat je feedback krijgt. Testimonial. Dan pas maak je het perfect. Ik heb geen enkele perfect iets gemaakt ooit. Oké, al mijn cursussen bevatten gewoon fouten. Say what? Wat zeg je nou, Aramiek? Al je cursussen bevatten fouten? Ja! Al mijn cursussen bevatten fouten. Al mijn cursussen. Er is geen enkele cursus van mij. Ik zweer het je, vraag het aan iedereen. Er is geen enkele cursus van mij die geen fouten bevat. Echt. Er is geen enkel programma van mij die geen fouten bevat. Er is geen enkele mastermind van mij die geen fouten bevat. Er is geen enkele. Ik zal hem even aanzetten voor je. Even kijken of ik iets kan laten zien. Allebei in het midden. Kijk, dit was een van onze doelenborden, by the way. Het is mooi dat ik deze kan laten zien aan jou. Dit doelenbord wat je ziet, dit hebben we ooit gemaakt voor 2013. Hier, met Chantal in het midden, met Sophie. We hebben daar echt helemaal... Deze cursus die je ziet, deze masterclass die je ziet, die is niet foutloos. Ik maak ontzettend veel fouten. Mijn blogs bevatten heel veel fouten. Mijn blogs bevatten heel veel fouten, dames en heren. Ook dus mijn cursussen bevatten heel veel fouten. Just that you know. Oké? So what? Ik ben niet een perfecte coach, ik ben niet een perfecte trainer, ik ben niet een perfecte online marketeer. I'm fine with it. Maar ik ben iemand die continu aan het geven is. Laat ik een test doen. Hoeveel van jullie heeft in afgelopen, van afgelopen 3 weken minimaal 1 of 2 of 3 cadeautjes van mij gekregen? Laat me hieronder weten. Oké? Farida, Jolanda zegt, niets is onmogelijk. Believe that anything is possible. It will be, absolutely. Farida zegt, ik was ziek. Hey, heel veel beterschap. Ik hoop dat het beter met je gaat. Dus laat me weten, in de afgelopen 3 weken, als het goed is, heb je minimaal 4 of 5 cadeautjes van me gekregen. Als het goed is. En al die cadeautjes waren niet foutloos, maar die waren wel cadeautjes, wat ik je heb willen geven. Al die cadeautjes waren wel uit mijn hart. Of het nou mijn Sinterklaas cadeautjes waren, of deze masterclass, of, I don't know, weet je? Dit is een cadeautjesmaat, of cadeautjes die ik met Idelma heb weggegeven, met fantastische 9 experts. You know? Maar ze zijn niet foutloos. Ze zijn niet foutloos. Ik zweer het je, als je mijn e-books straks gaat lezen of werkboeken, bereid je voor. Het is niet perfect. De branding is niet perfect. De teksten zijn niet perfect. Maar het is er, oké? Dat ga je ook zien als je de masterclass gaat volgen. Dan ga je ook zien, de masterclass bevat ook, is niet foutloos, oké? Ergens ben ik me continu aan het verspreken daar zelfs. Oké, maar dat is oké. I'm fine with that. Ik verspreek me graag. Snap je wat ik bedoel? Ik hoop dat je dat begrijpt, hoe noemen ze dat ook alweer? Perfectionisme echt een ziekte is, die je zo snel mogelijk moet gaan uitroeien. Als jij echt er bent om andere mensen te helpen, als jij er echt er bent om andere mensen hun leven beter te gaan maken, dan moet je echt onmiddellijk stoppen met het creëren van perfecte resultaten. Stop daar gewoon mee, want die bestaat niet, oké? Zo belangrijk dat je daarmee gaat stoppen. Kijk hier, ik zal je een screenshot laten zien van de achterkant van de... Even kijken, van Haddel, van onze Jouw Beste Jaar Ooit programma. Kijk maar, dit is het Jouw Beste Jaar Ooit programma. In 7 stappen. Het heeft
12 lessen, 4 modules, replays, doelen stellen met 3 lessen. Al die dingen, klik er even op, kijken wat er uit kan komen. Hier, deze, ik zal je even laten horen. Wat zeg ik hier? Ik heb geen idee. Oh, shit. Ooit is niet, ooit als ik heel veel geld heb, ooit als ik een relatie heb, ooit als ik kinderen heb, ooit als ik een villa heb, ooit als ik reis kan maken. Nee, ja, beste jaar ooit begint vandaag. Ja, beste jaar ooit is iedere dag dat je leeft, kun je als je beste jaar ooit neerzetten. Ooit staat voor mij voor iedere dag. Het enige vergelijkingsmateriaal dat je mag hebben, is met jezelf hoe je gisteren hebt geleefd. Niet hoe iemand anders leeft, niet hoe een con-collega leeft, of niet hoe een mentor of een andere trainer leeft. Hoe jij leeft, is jouw kompas. En als jij tegen allerlei zaken aangaat die met frustratie te maken, met pijn, met emotionele kortlondigheid, met emotionele... Nou, je hoort het. Volgens mij is het een hele wijze jongen die aan het praten is. Anyways, weet je, ook deze cursus is niet foutloos. Ook deze cursus is niet dat je denkt van, wauw, Aramiek, wat heb je een foutloze cursus gemaakt? Helemaal niet. Ik ben daar absoluut niet van. Oké, dus stop met being perfect, guys. Zet het in de markt en maak het daarna perfect, dames en heren, oké? Ja, zeker, Mike zegt, ja, absoluut. Mijn doel is voor de maand december om je heel veel cadeautjes te geven. Niet alleen voor maand december, geloof me. Vanaf januari gaan we nog meer leuke dingen doen. We gaan met een nieuwe challenge beginnen, begin van het jaar. We gaan een heleboel leuke dingen doen. We zijn, as we speak, volgens mij met 4 e-boeken aan de achterkant, nog 8 nieuwe thuisstudiecursussen bezig, weet je? We zijn pas begonnen met cadeautjes uitdelen. Maar dat kan je alleen maar doen als je bereid bent om fouten te maken en niet perfect te doen. Oké? Anyways, de boodschap is helder. Do not try this at home, dames en heren. Do not try this at home, oké? Want het enige wat belangrijk is, is dat je gewoon, dat je echt je doelen op de juiste manier gaat stellen. Again, ga naar www.dailybusinessboost.com. Als je het nog niet hebt gedownload, ga het downloaden. Het is helemaal gratis. Alleen maar voor jou bedoeld. En even kijken of ik iemand kan pesten. Waar denk je als je hier naar luistert? I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. You heard it. I want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents. I don't care about the presents. Underneath the Christmas tree. I just want to hold my own. Make my wish come true. Komt ie, dames en heren. All I want for Christmas is you. You. Ja, gaan we zo meteen doen. Maar we gaan eerst naar mijn favoriete onderdeel van het programma. Let's see of die er is nog. Is die er? Ja hoor. Here we go. The blessing of the day. Blessing of the day. Wat hebben de kaarten voor ons in petto? Dit is mooi. Kijk, guys. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Plato, geweldig. Dit is een van mijn favoriete kaarten. Die noem ik de Sultan met de snorrie. Dit is Aramiek de snorrie. Ik vind hem fantastisch. Yes, wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Dankjewel. Mocht je deze prachtig mooie kaart van Chantal willen hebben, volg Chantal sowieso. En zorg ervoor dat je naar Chantal, mixmediafan.nl gaat voor de deal voor deze prachtig mooie kaarten. En wil je de greetingskaart hebben, ga naar chantalmeester.com. Want daar staan haar prachtig 26 greeting cards. Ja, Chantal zegt, jouw favoriete kaart. Ja, ik ben er zo blij mee. En het staat hier ook op onze prachtige banner naast ons, staat hij ook. Dus ik vind hem echt beauty, beauty, beautiful. Jolanda zegt, ik heb veel lessen gekregen. Meestal worden grote lijnen verteld. Bij Aramiek krijg ik informatie, lessen die hij uitgebreid uitlegt. Oh, wat leuk. Ik maak hier een foto van. Dat vind ik leuk om te zien. Bij Aramiek krijg ik informatie, lessen die hij uitgebreid uitlegt. En ik heb al vele cadeautjes in de afgelopen weken gekregen. Ah, dat is cool. Heel graag gedaan, Jolanda. En Chantal zegt, ja, hou mijn social media in de gaten vanavond. Ja, there's gonna be something big coming up, dames en heren. Chantal is weer gek geworden. Die gaat iets ontzettend leuks doen. Dus hou er in de gaten. En zoals ik zei, dames en heren, dit is voor nu.
De laatste uitzending, nee. Volgende week zijn de uitzendingen opgenomen. Dus be there, want ik ga je trainen op het gebied van jouw beste jaar ooit. Ik ga een aantal hele mooie trainingen laten zien. Maar we zijn er niet. We hebben gewoon even een weekje pauze. Even tussendoor. En dan ben ik er voor de volgende keer. Ben ik er 27 december. Ja, maandag 27 december. De derde kerstdag. Ben ik weer met een prachtig mooie uitzending. Oh man, dat wordt zo gaaf die week. Laatste week van het jaar gaan we knallend het jaar uit. Echt, ik zweer het je. We gaan een fantastische week samen tegemoet. Ja, en morgen komt natuurlijk de podcast met Think and Grow Rich. Voorlezen, leef lekker voorlezen. En zondag de Sunday Sessions. En zoals ik zei, de live sessies gaan pas vanaf 27 december. Ik wens je een prachtig, alvast prachtige feestdagen / kerstdagen.